Hey, wat goed dat je kijkt. Laten we snel beginnen. In dit uitlegfilmpje ga ik je wat meer vertellen over de microscoop. En aan het eind van deze uitleg weet jij uit welke onderdelen een microscoop bestaat. En weet jij hoe je een preparaat moet maken? Ik zou zeggen, laten we beginnen. En hier zie je de microscoop. En misschien heb je hem wel eens gezien al achter in het biologielokaal. Een microscoop ziet er heel ingewikkeld uit. Is het ook een klein beetje. Maar als je eenmaal weet hoe het werkt, dan is het super makkelijk en super gaaf. Want je kan dus gewoon je eigen cellen gaan bekijken. Nou, een microscoop heeft ongeveer 12 onderdelen. En die onderdelen moet je goed weten. Want ieder onderdeel heeft een bepaalde functie. En als ik je straks in de les ga uitleggen hoe je met een microscoop moet werken, dan moet je wel weten wat een objectief is, wat een tubus is, wat de grote schroef is, wat de kleine schroef is. Dus vandaar dat ik nu even uitleg wat die onderdelen zijn. Nou, het eerste onderdeel, dat is de oculair. En de oculair is de lens waar je doorheen kijkt. Dan heb je nog de tubus. Daarin zit de oculair. En vervolgens heb je de objectieven. Dat zijn ook lenzen, maar de onderste lenzen. En die zorgen eigenlijk dat het beeld echt vergroot wordt. Je hebt heel veel verschillende soorten vergrotingen. Dus verschillende soorten objectieven. En die objectieven die zitten vast aan de revolver. En als je aan de revolver draait, dan kan je dus je beeld elke keer weer een beetje vergroten. Want je moet je voorstellen, zo'n cel is echt super klein. Dat kan je niet met het blote oog zien. Dus dat moet wel 400 keer vergroot worden. Wil jij een beetje kunnen zien hoe een cel is opgebouwd. Nou, en dat doe je dus met die objectieven. Nou, dan heb je nog de tafel. In de tafel, daar ligt jouw preparaat op. Ik ga je zo vertellen wat een preparaat is. Dan heb je nog de lamp. Want als je beeld wil zien, dat lukt niet in het donker. Als het donker is, kan je ook niet kijken, dan zie je niks. Dus je hebt altijd een beetje licht nodig om iets te kunnen zien. Vandaar dat de microscoop ook een lamp heeft. Nou, dan heb je het diafragma. En het diafragma die helpt je een beetje bij met de hoeveelheid licht. Want je wil natuurlijk ook niet dat je verblind raakt door die lamp. Hè? Want je kijkt al met je ogen doorheen. Dus met het diafragma kan je de hoeveelheid licht instellen. Dan heb je nog de preparaatklemmen. En de preparaatklemmen die zorgen ervoor dat jouw preparaat vast zit aan je tafel. Dan heb je de grote schroef. Daarmee beweeg je de tafel omhoog en omlaag. En je hebt de kleine schroef. En daar kan je heel nauwkeurig het beeld echt goed scherp maken. Dus dat je het goed kan zien. En als laatste heb je de statief. En de statief, daar pak je de microscoop mee vast. Dus dat is de enige plek op de microscoop waar je mee kan tillen. Dat is ook belangrijk om te weten. Nou, goed, wat wil ik nu dat je gaat doen? Je zet zo meteen even het filmpje stop en in je aantekeningsschrift zet je de nummertjes 1 tot en met 11 in je schriftje. En dan wil ik gewoon even dat je voor jezelf gaat denken van oké, weet ik nou alle onderdelen van de microscoop? En je mag natuurlijk een beetje afkijken, want je bent nog aan het leren. Maar ik wil die onderdelen straks in je aantekeningsschrift hebben. Yes? Mag je dat even gaan doen? Heb je dat gedaan? Kijk dan even verder, want dan leg ik je uit wat een preparaat is. Goed, een preparaat. Ja, een preparaat, dat is iets wat je maakt om cellen te kunnen bekijken onder de microscoop. En een preparaat bestaat uit een voorwerpglas, een dekglas en een object. En hoe ziet dat er nou uit? Zo, kijk, het objectglas met het object. Hè, dus bijvoorbeeld cellen, maar kan ook een stukje blad zijn van waterpest. En daarover doen we dan een dekglas. Want als je iets gaat bekijken, dan doe je dat altijd in een druppeltje met vocht. En dat vocht moet niet op de lens komen van zo'n objectief. Want dan wordt zo'n objectief vies en dan de volgende die wilt gaan kijken, kan er niks meer zien. Zo'n dekglas beschermt eigenlijk de objectieven, zodat er niet viezigheid op de lenzen kunnen komen. Straks in de les ga ik jullie zo'n preparaat laten maken. Maar dan weet je dus dat een preparaat bestaat uit 3 onderdelen. En die 3 onderdelen moet je goed weten. Dus zet ook even het filmpje stop. Zet deze aantekening in je aantekeningsschrift. En dan zie ik je straks in de les.